Hoi YouTube, en vandaag weer een nieuwe Let's Play. Nieuwmans Hoogland. Waar is die leuke Jorvik weg? Door de struiken. Ja, leuk. Dus met succes met jouw dingetjes, zegt Lisa. Ja, jij ook. Succes, Lisa. Heel erg succes, Lisa. Super erg succes. Oké. Zeg ze oké. Ja, jij ook. Ook. Niet ook. Ik zeg. Wil je op de video? Misschien wil ze wel op de video. Het zou leuk zijn. Oh, jij neemt ook even op. Lisa, hoe heet je dan op IET? Heet je dan? Want heel veel mensen zeggen dat ze een YouTube kanaal hebben, maar die hebben ze helemaal niet. Het is gewoon een beetje stoer zijn, ik weet niet of zo. Wie ik neem op heet op JT Halieke Klooster. Zonder Halieke Klooster. Kijken of het iemand is die geen club heeft. XD. Waarom XD? Het is toch normaal dat ik een YouTube account heb. Of niet? Oh. Dat is raar. Ik ga even wild worden. Dus ga ik even uitloggen. Zo. Ik kan het wel even gewoon laten zien. Maar andere mensen zien dat dan niet. Maar ik alleen wel. Zo, ga even naar bestanden. Ga naar lokale schijf. Doe naar gebruikers op klikken. Ga openbaar. Oh. Gebruik eens die. En dan openbaar die. En dan start je online. Daarop klikken. En dan punt. En alles verwijderen. En het kan echt hoor. Het kan echt. Alleen. Jij ziet dan. Dat je wild bent. Anderen niet. Dan moet je weer iets anders hebben. Maar zie je zelf niet dat je wild bent. Vind ik dit toch nog leuker. Wachten. Jee. Hè? Oh ja, geen zoekresultaten. Nou, en dan inloggen. Maar je moet zo staan dan. Oh nee. Nee. Ik doe een videopauze. Ja, ik moet weer helemaal opnieuw doen. Ik had het toch al heel lang staan en doet hij niet meer. Ik wil even opnieuw doen. Helemaal opnieuw. En zo. Weer al wat verwijderen. En dan Ctrl A. Ja, goed. En dan delete. Oh. Ik heb niet alles verwijderd. Nee, ik heb maar een paar verwijderd. Ctrl A. Ja, het is goed. Oh. Jee, geen zoekresultaat. Ik druk op home. Dan ga ik inloggen. Kijk. Dit is mijn hondje Indy. Schattig, hè?
eergisteren level 16 geworden. Nu is Indy weer. Indy! Indy. Indy. Wat hoor jij dan? Hoor je de deur? In winkels kun je zoveel wel met juffertje. Het duurt vaak heel lang laden als je wild wilt worden. WW. Wild worden. Wild worden. Oh, dan moet ik helemaal de missies opnieuw doen waar ik mee bezig was. Oh, maar dat maakt niet uit. Ja, eindelijk. Oh. Laden. Ik doe via een pauze. En ik ben wild. Oh, het scherm is een beetje water. Ja, nu niet meer. Oké, ik doe even mijn spullen uit. Lijkt het echt op wild. Zo. Zo. En zo. Klaar. En ja, ik ben wild en dan zie ik iedereen wild. Zo maakt ze zelf die series. Er hoeft niet iedereen wild te zijn. Nou, dan ga ik even een Valentijn-missie doen. Met paard. Nee. Alleen met paard. Een wild paard dat een Valentijn-missie doet. Dat is heel erg bijzonder. Het bijzonderste van de wereld. Bla 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 bla. Hallo. Moet ik dingen zoeken? Ik weet niet. Niet van vriend of van club. Jammer. Hield. Oh. Jee. Hier niet. Je hebt niets interessants gevonden. Interessant. Je hebt niets interessants gevonden. Ik heb niets interessants gevonden. Ziet. Mooie Arabier zit daar. Grappige pony. En mooie Arabier. Daar bij de put. Oh nee, dat is hartjes in de put. Gek. Oh. Oh. Paard kan niet goed springen. Een niet goed springend paard. Het kijken voor de machine. Hier misschien nog. Oh. Je hebt een papier gevonden dat misschien van Donald kan zijn. Hey, Olympia. Ik neem op.
Oké. Leuk, hè? Voel je op de video? Op de video. Video. Hey, Olympia. Dat past goed bij je pak. Alleen maar je wel een zwart hoofdstel of zo. Ik ga weer verder. En het wilde paard gaat weer verder. Het wilde paard gaat geld ophalen. Wat gek. Een paard dat geld wil. Heel erg gek. Ik heb een onzichtbaar poppetje op mijn rug. Oh. Het is niet goed om alleen maar te hopen. Ik ben blij dat je een deel van de aantekeningenboekje gevonden hebt, maar ik heb ook een andere deel nodig. Wat weet ik wie er besteld hebben, maar ik weet niet wat ze besteld hebben. Sorry, zei jij iets, Rosmarie? Oké, dus je wilt gaan rondrijden en iedereen vragen of ze precies besteld hebben. Wow, heel erg bedankt. Dat is heel aardig van jou. Ik kijk morgen even hoor. Maar waarschijnlijk zullen niet alle klanten thuis zijn en misschien wel boos omdat ze omdat ze opnieuw een bestelling moeten doorgeven. Maar ik denk toch dat jij gelijk hebt, Rosmarie. Het kan geen kwaad, lijkt mij. Je kunt mijn aantekeningen, boek en pen lenen. Dan kun je opschrijven wat de klant precies besteld wil. Pen en papier. Mijn bestelling. Oh ja, dat is precies wat ik had besteld. Ik ben Sinterklaas. Nee hoor, die bestaat niet. Sorry. Oké. Dan weet je het nu. Oh ja, dat is precies wat ik heb besteld. Heb je al gekeken naar waar? Naar waar heb ik al gekeken? Ik heb geen idee wat het over heeft. Heb je al gekeken? Gek. Mijn bestelling, oh ja, dat is precies wat ik heb besteld. Waarom vraag je dat mij? Wow. Oké, het is al 15 minuten geweest. Dus ik moet stoppen. Doei!